Yo, welkom bij Webby Tuning. Leuk dat jullie weer kijken over nieuwe mensen. Welkom. Ja jongens, ik heb hier weer een hele dikke Gilea Run 180cc M08 single disc staan. Volgens mij uit 98 of 99. Dat zijn echt de snelste runners die er maar zijn. Origineel dan. En we mogen hier wat leuke klusjes aan doen. De eigenaar van deze runner kwam naar me toe en die had eigenlijk een probleempje. Hij is ermee gevallen of tijdens een wheelie achterover geklapt of een botsing, ik weet niet meer precies wat. Maar zijn stuur staat scheef en zijn voorvork is waarschijnlijk krom. Hij stuurt niet lekker. Ik heb er een klein stukje mee proef gereden en hij stuurt naar rechts heel zwaar, naar links heel soepel. Het stuur staat scheef, het ziet er gewoon niet goed uit. Dus we willen geen risico lopen. Ik heb met de eigenaar overlegd en we gaan gewoon de complete voorvork, inclusief stuur, inclusief balaflagers, allemaal vervangen. Hier zit nog een voorvork op met van die gouden poten, de oude type voorvork. Die gaan we eraf halen en er komt een mooie upside down subbak voorvork op. En die gaan we helemaal monteren, inclusief de nieuwe verse balaflagers. Daar heb ik natuurlijk ook heel mooi gereedschap voor om dit klusje heel simpel te maken. Dat gereedschap is ook te bestellen in mijn webshop. Linkjes ervan staan in de beschrijving. En laten we lekker gaan beginnen met het demonteren van wat losse onderdelen. Daarna kunnen we de voorvork eruit gaan halen en de nieuwe voorvork er weer in gaan zetten. Dus laten we snel gaan beginnen. Let's go! Zo jongens, we gaan eerst beginnen met het sturen, wat dingetjes te demonteren. De rempotje moet eraf, de remhendel hier, gashendeltje. Als dat aan de kant is, kunnen we het stuur loshalen. En daarna kunnen we aan de onderkant beginnen, dus de wielremklauwen en andere dingen. Dus laten we dat snel gaan doen. Krijgt die kabel niet helemaal mooi uit deze remhendel. Het heeft ermee te maken dat dit tonnetje verdraaid zit. Dus die is gewoon niet goed gemonteerd. Of de kabel is niet goed, of het is een imitatiehendel. Maar er staat volgens mij wel een Piaggio logotje in. Maar goed, die is gewoon niet goed gemonteerd, waardoor je hem er gewoon heel slecht uit krijgt. Dus nu heb ik hem maar even helemaal losgehaald, zodat ik er goed bij kan. En dan gaan we hem even proberen los te maken. Kijk, dat was hem. Hij is eruit. Zo jongens, we hebben alle onderdelen los van het stuur, dus er zitten geen kabels meer, geen remkabel, geen gaskabel, geen kabelboom. Dus het stuur kan nu losgehaald worden. Zo. En dan kunnen we het stuur wat krom is, wat scheef is, kunnen we eraf halen. Hartstikke idee. Die is eraf. Die leggen we aan de kant. Nou, het bovenste gedeelte voor een groot gedeelte klaar. Nu gaan we eerst aan de onderkant wat dingen voorbereiden. Nou jongens, we gaan nu aan de onderkant beginnen. We gaan zo meteen de remklauwen loshalen. Die boutjes had ik al losgedraaid. Maar voordat we de remklauwen loshalen, zit hier onder het wiel, onder het, boven het wiel eigenlijk, zit een klein soort spatbordje. Die ook de kabel van de remleiding vasthoudt. Die draaien we los. Gewoon twee kruiskopschroeven zitten daar. Boutjes zijn het, kruiskopbouten. Het spatbordje houdt zowel de remleiding vast, maar ook de kilometertellerkabel. Nu kun je die kabels wel een beetje los trekken. Maar het is netter om gewoon dit spatbordje even los te halen. Want dat zorgt er gewoon voor dat je net even wat meer ruimte hebt om deze remleiding eruit te halen. Kijk, zo ziet hij eruit. Dus dan geef je gewoon net even wat meer ruimte. Hoef je niet aan die kabels te lopen trekken. Dan kun je gewoon de voorvork netjes demonteren. Nou, nu we die los hebben, kunnen we de remklauw ook loshalen. Die hadden we al even een beetje losjes gedraaid. De inbusboutjes eruit. Huppakee. Nou hebben we de remklauw hier. Die zit een beetje vast. Zo. En die leggen we gewoon eventjes hier bovenop.
Die maken we even vast tijdelijk met een tie-rippie. Dat als hij eraf dendert, dat hij niet meer kapot maakt dan lief is. Dan, mocht hij dan vallen, dan blijft hij gewoon hangen. Gewoon even om netjes te zijn. Oké, nu houden we de remklauw los. Spatbordje, kabels hangen vrij. Nu kunnen we de voorwiel gaan demonteren. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even wat onder het frame zetten. Zodat als we het wiel er straks uithalen, dat hij niet in één keer voorover kwakt. Dus ik ga eventjes iets pakken waar we hem op kunnen zetten. Zo. Voorwiel is nu ook van de grond af. Dat maakt het gewoon makkelijk om het voorwiel eraf te halen. En het zorgt ervoor dat de runner dus niet voorover kwakt. We gaan beginnen hier met deze twee inbusjes. Die klemmen eigenlijk de voorwiel as. De lange bout die er doorheen zit, die door je voorvork, door je wiel heen zit. Dus die maken we gewoon een klein beetje los. Je hoeft ze er niet uit te halen. Maar die zorgen gewoon dat de spanning eraf is. Dat we makkelijk deze moer en deze staaf er zo in één keer uit kunnen halen. Nou, hij is los. Maar hij draait nog door. Dus dat is niet erg. Pakken we even een hele dikke inbus. Ik denk dat deze nog te klein is. Ja. Pakken we deze Massive Big Mama. Die past erin. En hij is eruit. Zo. Een paar tikken erop. En dan moet je hem als het goed is er in één keer uit kunnen trekken. Hoppakee. Even goed oppassen voor je kilometerteller aandrijver. En dan haal je je wiel er zo tussenuit. Wiel gaan we natuurlijk straks nog even balanceren op het balanceerapparaat. Kijken of er nog wat gewicht op moet. We gaan hem even goed schoonmaken. Maar we gaan eerst verder met het demonteren van de voorvork. Nu hebben we eigenlijk alles aan de onderkant los. Kilometertellerkabel hangt los. Remklauw zit niet in de weg. Alles om de voorvork is eraf. Dus nu kunnen we bovenaan het balhoofd los gaan draaien. En dan moet hij als het goed is er zo uitkomen. Dus laten we dat snel gaan doen. Nou jongens, we gaan dit mooie stukje gereedschap nu gebruiken te bestellen in mijn webshopje. Linkje ervan staat in de beschrijving. Maar dit stukje gereedschap kun je dus voor alle Piaggio, Gilera en Vespa scooters het balhoofd losmaken. Of in ieder geval bijna alle. En met name de tweetaktmodellen. Daar gaat het vooral om. En deze heeft vier kleine puntjes hier aan de onderkant. Die precies in deze borgmoeren vallen. Dus die vallen daar precies in. Het enige wat je hoeft te doen is hem bovenop in je balhoofdlagen te drukken. Dat hij in die borgmoer valt. Pak je dop 24 op een dopsetje en dan draai je zo, huppakee, je balhoofd borgmoer los. Simpeler kan het niet zijn, je kan het natuurlijk ook gewoon met een platte schroevendraaier en een hamertje doen. Nou, deze kunnen we ook loshalen. En dan moeten we even oppassen dat de voorvork er niet in één keer uit knalt. Dus hou met je andere hand even de voorvork vast. Huppakee, dat was hem. Nou, we hebben de voorvork met één hand vast. En huppakee, die schuiven we er nu zo uit. Die kunnen we aan de kant zetten. Ik kan zo op het blote oog niet goed zien of die nou ook echt krom is. Maar ja, we gaan er gewoon lekker een nieuwe in gooien. Het stuurde in ieder geval niet prettig. Dus we gaan hem gewoon vervangen. Zo jongens, we komen nu op een punt waar veel mensen vaak de mist in gaan. Er zijn namelijk nu twee balhoofdlagen cups in het frame. Het bovenste balhoofdlagen cup, maar ook onderin en vooral die daaronder zit, die is vaak een probleem. Deze bovenste balhoofdlagen cup kun je eigenlijk met een platte schroevendraaier en een hamertje kun je die heel makkelijk eruit tikken. Er zijn ook wel andere trucjes voor door hier onder iets te tegenaan te drukken en tik je hem er zo uit. Maar het mooiste is hier om natuurlijk een stukje speciaal gereedschap voor te gebruiken. En dat geldt ook voor de onderste. De onderste die zit echt in het frame geperst. Dus die haal je er niet zomaar uit. Daar heb je echt wel ja, een bepaald trucje, een bepaald handigheidje voor nodig om die er zomaar uit te krijgen. Sommigen hebben daar hun eigen methodes voor. Maar ik heb daar natuurlijk weer een heel mooi stukje gereedschap voor. Ik ga jullie eerst even laten zien hoe we de bovenste balhoofdlagen cup op een professionele manier eruit halen zonder ook maar enige schade toe te brengen aan het frame met platte schroevendraaiers en hamers. Dan krijg je toch beschadigingen van, kan het ijzer een beetje vervormen op de plekken waar je slaat. Dus dat wil je eigenlijk liefst niet op zo'n mooie runner. Kijk jongens, dit is het eerste stukje gereedschap. Dit is een hele lange staaf en daar zit een tuutje op.
die we zometeen onderin het frame erin drukken. We slaan hem helemaal naar boven. En op een gegeven moment zit hier een randje en die gaat precies in die balvlagencup zitten, waardoor we hem er zo uit kunnen tikken. Ik laat het jullie zien. Ik zal jullie even wat dichterbij zetten. Hartstikke idee. Zo simpel kan het zijn, jongens. Een heel mooi stukje gereedschap. Het bespaart je heel veel moeite en gedoe en gepiel. Het kost een paar tientjes, maar dan heb je ook iets fijns waar je met heel veel scooters plezier van kan hebben. Als je het eenmalig een keer moet doen, kun je het prima met een schroevendraaitje doen. Maar ben je nou iemand die vaak een scooter sleutels, ja, dan is zo'n stukje gereedschap wel fijn om te hebben. Je kunt hem bestellen in mijn webshop. Nou jongens, we komen nu eigenlijk bij het volgende punt. Zoals je kan zien hier onderin, hier zit ook een balhoflagencup. En die wordt echt door heel veel mensen gewoon niet vervangen, omdat ze hem puurweg gewoon niet eruit krijgen. Maar het mooie aan deze balvlagencup is, hier zit een heel klein randje binnenin. En dat hebben ze expres gedaan, zodat je er iets achter kan klemmen, waardoor je hem eruit kan halen. Dus ik heb daar natuurlijk ook weer een mooi stukje gereedschap voor. Ik heb hier ook weer een hele mooie lange staaf, jongens. En daar zit ook weer een klein tuutje aan, waarmee we precies in dat randje wat ik je net liet zien, we hem daar tussen kunnen zetten. En dan kunnen we hem er ook weer uit gaan mappen. Dus ik laat het jullie zien. Het is wat lastig om nu van onder te filmen. Maar het werkt in principe zo. We steken hem gewoon vanaf onder, of vanaf boven erin. En dan kijken we even of die mooi in die rand staat. En huppakee, hij komt eruit. Dus rondom alle kanten even eerst een paar tikken geven. En dan geef je hem een paar harde jengels. En dan is hij eruit. Zo simpel kan het zijn. Ik heb hier vroeger echt wel uren soms aan zitten kloten met beugeltjes, met hele lange schroevendraaiers, met van alles en nog wat om deze eruit te krijgen. En nu is het gewoon ja, een klusje van een paar minuten. Dus je kunt wel zien, deze is helemaal verroest, verrot. En ja, die gaat lekker in de metaalbak. Nou jongens, voordat we de nieuwe balvlagers erin gaan zetten, gaan we het eerst even een beetje goed schoonmaken. We spuiten even een beetje remreiniger bovenin. Bovenin is al wel redelijk schoon. Onderin zit nog wat oud vet. Niet veel, gewoon een klein beetje remreiniger. Pak even een microvezel doekje. We maken gewoon even de boel schoon. Nou, nu gaan we in het frame even op de plekken waar de nieuwe balvlagencups komen, gaan we even een klein beetje vet smeren. Zorg ervoor dat de balhoofdcups ook aan de achterkant niet gaat roesten of minder hard gaat roesten. En het beschermt ook gewoon het metaal. Je hoeft echt niet veel, gewoon even een dun laagje insmeren. Geldt ook hier voor boven. We hebben hier natuurlijk verse nieuwe balvlagencups, origineel van Piaggio. En die gaan we eerst in het frame maken. Dus we gaan... Hoi Back Siri. We hebben hier weer verse balvlagencups, origineel van Piaggio. Verbeterde types ook dan de originele die er oorspronkelijk destijds in kwamen. Deze hebben namelijk een soort rubberen afdichtingsring. Die hebben de originele niet. Of de originele die destijds in die scooters kwamen, die hadden geen rubberen afdichtingsring. Kijk, deze die heeft een mooie rubberen ring. En die zorgen er gewoon voor dat hij iets beter afdicht, dat het vet iets beter erin blijft en dat er minder snel vocht en viezigheid bij komt. Maar voordat we dat allemaal gaan monteren, gaan we eerst de cups die we net met het gereedschap eruit hebben geslagen, die gaan we erin persen. En daar heb ik ook weer een mooi stukje gereedschap voor. Dit zijn de cups en ja, die gaan we in het frame maken. Deze cup kun je alvast hier bovenin een beetje de half indrukken, dat die blijft zitten. Nou jongens, dit is het stukje gereedschap. Deze heb ik al heel veel gebruikt, dus deze ziet er al behoorlijk versleten uit. Maar dit is een heel fijn stukje gereedschap en het zorgt je ook veel gedoe weer. Het is gewoon een stukje groot draadeind. Hier onderaan zit ook weer een grote ton. En we hebben hier de originele cup die we in het frame gaan persen. Dus die kun je over deze draadeind doen. Die valt precies in die cup. En dan is het een kwestie van door het frame heen steken. Huppakee, dat hij hier eruit komt. Dan hebben we daar ook weer een cup voor die precies in dit gat valt. Dus we moeten even kijken welke kant. Je hebt twee maten. Of dit de goede maat is. Of dat we de andere hebben, nodig hebben. Nee, hij moest andersom. Zo.
Dus die valt dan precies daarin. Dan draaien we hier een moer op. Dan pakken we even een bakeltje. Die stellen we af precies op deze bout. Zo. En nu kunnen we vanaf onder gewoon gaan draaien. Even kijken of die mooi recht gaat. Ja, hij zit mooi recht hieronder ook. En dan is het een kwestie van doordouwen. De meesten weten hoe dat moet. Voor de jonkies gewoon doordouwen. Dat was hem alweer. Nu hebben we de balhoofd aan de bovenkant en aan de onderkant met het stukje gereedschap kaarsrecht erin geperst. Dus zo simpel kan het zijn. En zo makkelijk en zo snel gaat het. Je hoeft dus niet met hamers te slaan. Je kunt de cups nu ook niet beschadigen. Je perst er gewoon kaarsrecht erin. Super mooi toeltje. En ja, het kost wel een paar tientjes. Maar je hebt er ook heel lang wat aan, want deze gaat. Ik heb hier denk ik al wel 20, 30 scooters voorzien van nieuwe bouwlage cups. En ja, het werkt gewoon super simpel. Nou jongens, we kunnen nu de nieuwe voorvork erbij gaan pakken. Daar moeten we ook nog even wat aan voorbereiden voordat we hem erin sliden. Hier moet namelijk ook nog een cup op te komen zitten. En dat is juist die cup die we net hadden met die mooie rubberen afdichting. En als we die erop hebben zitten, dan komt deze er nog overheen waar uiteindelijk de balhoofdlagers overheen rollen. Dus als het goed is kunnen we deze er gewoon in één keer opsliden. Zo. En dan kunnen we deze eroverheen doen. En dan moet deze ook nog geperst worden. Dus uiteraard heb ik daar ook weer. Jullie zullen vast denken, oh. Jullie zullen vast denken, oh, dan komt die WB weer met zijn stukje gereedschap. Maar inderdaad. Hier heb ik ook weer een speciaal stukje gereedschap. Het is niet meer dan een holle buis. De achterkant is wel dicht. De ene kant is open. En eigenlijk wat je als ware doet, je schuift deze buis gewoon erop. Die valt er ook precies op. En het enige wat je dan hoeft te doen, is even een paar flinke tikken te geven. Dus voorvork even op een stukje karton of een stukje bescherm iets, dat hij niet op het steen staat. En dan gewoon even een kwestie van. Je hoort wel aan de hamerklank wanneer die er is. Dus hij zit er nu kaarsrecht op. Niks meer aan doen. Perfect. Helemaal recht erop geslagen. En dit is altijd kutwerk als je niet het juiste gereedschap hebt. Dus heel belangrijk dat je dit doet met goed gereedschap. Het kan ook met eigen toeltjes die je zelf hebt gemaakt. Het kunnen ook andere trucjes zijn die jij misschien hebt. Maar dit werkt gewoon altijd heel goed. En het zit er kaarsrecht op. En het kost gewoon weinig tijd om het te doen. Dat is het fijne eraan. Nou, wat we nu gaan doen is, we gaan de balhoofdlagers monteren. De balhoofdlagers moet je wel op een goede manier erop doen. Je kunt ze namelijk verkeerd monteren. Heel veel mensen doen ze zo erop met de ring boven. Maar de ring moet naar onder, de balletjes moeten naar boven wijzen. Dus in principe komt hij dan zo erop. En zo zie je ook, zo rolt hij mooi. En als we hem omdraaien zal hij misschien ook wel mooi rollen. Maar zo hoort het origineel niet. Ja, zo rolt hij op zich ook wel mooi. Maar hij hoort met de ring naar beneden. Zo hoort hij erop. Zo kwam hij er ook af bij de andere voorvork. Dus kijk altijd eventjes hoe je het bij de andere voorvork eraf haalt. Maar de balletjes horen naar boven te wijzen. Maar voordat we deze balletjes erop gaan zetten, gaan we de boel eerst even lekker invetten. Hoe vetter, hoe beter, zei mijn opa vroeger altijd. Het mag echt wel een beetje ruim, jongens. Bespaar je er niet op. Hoe ruimer je dit doet, hoe langer ze mee zullen gaan. Je wil ze eigenlijk gewoon helemaal mooi inpakken in het vet. Dus er mag geen lucht meer, er mag helemaal niks meer tussen zitten. Dat geldt ook voor de bovenste balhoofdlage cup. Smeer die ook alvast een beetje in. Nou jongens, nu kunnen we de voorvork erin gaan maken. Hou er even rekening mee dat je wel
Zorg wel dat je hem goed erin schuift, hè jongens, want je wil niet dat je de remklauw aan de verkeerde kant hebt zitten. Dus let er even goed op. Zit hier nog een stukje plakband op die het schroefdraad beschermt. Die moet er even af. Zo. Nou, nu kunnen we hem beetpakken en voorzichtig erin schuiven. Zo eventjes. De nieuwe Monster 4Fork zit erin, een dikke sabak. We hebben hem nog niet strak gedraaid, want daar wil ik eerst even wat over uitleggen. Want het is belangrijk dat je dit goed doet, want het gaat vaak fout. Als je een balhoofd te strak draait, dan stuurt hij gewoon heel stroef. Gaan je balvlagen gewoon snel kapot, slijt alles veel sneller en stuurt gewoon voor geen meter. Als je ze te los draait, ja, dan kun je speling op je balhoofd krijgen, kan je rare rijervaring van ondervinden. En het kan ook gaan vibreren, gaan trillen. En dat wil je gewoon niet tijdens het rijden. Dus je moet eigenlijk altijd een beetje de gouden middenweg vinden. En de ene vindt wat strakker fijner, de andere vindt wat losser weer fijner. Ja, er is niet een bepaald vast punt waar je ze altijd op moet zetten. Er zijn wel boekjes met newtonmeters. Ik heb hier ook wel ergens een boekje liggen waar alle Vespa's in staan. Van de Vespa, GTS, de Sprint, noem het maar op. Daar staan wel newtonmeters in genoemd. Maar ik weet gewoon uit ervaring dat dat gewoon iets... Dat het gewoon iets is wat je echt op gevoel moet doen. Ik zelf persoonlijk vind het fijn als een balhoofd net iets strakker zit dan origineel. Dat hij net iets stroever stuurt. Maar je wil niet te stroef gaan, want dat is gewoon slecht voor je balhoofd. Dus het is gewoon een kwestie van gevoel. Dus je gaat gewoon goed even voelen aan de voorvork. Ik vind hem nu al mooi rollen. Er zit geen speling op als ik op en neer ga. Dus we gaan hem gewoon even een klein stukje strakker draaien. Zo, een klein tikje maar. Nou. Hij stuurt nog steeds mooi. En dan gaan we nog even een stukje strakker draaien. Nou, nu gaat hij al iets stroeven. Nu gaat hij al iets stroeven. Dus we doen hem een klein tikje terug. Zo. Nou, nu hebben we... Hij loopt mooi soepel. Er zit geen speling op. Dus nu pakken we de andere borgmoer er weer bij. Want er gaat een dubbele borgmoer op. Eerst nog gewoon een ring. Die kan er maar op één manier op. Er zit ergens een... Klein gaatje in, zo. Dan pakken we de bovenste bal. Klem moer. Die draaien we er ook op, zo. En die draaien we wel goed strak. Ook niet weer te extreem, maar die borgt als ware de moer die de voorvork vasthoudt. Dus die draaien we gewoon mooi strak aan, zo. Niet te extreem. Dan gaan we weer even voelen. Nou, hij loopt nog steeds hartstikke mooi soepel. Ook niet te soepel. Dus perfect, doen we niks meer aan. Dus dat is een beetje het gevoel, jongens. Dus ga niet te extreem. Maak hem niet super vast. Maak hem ook niet super los. Voel gewoon goed even met je hand. Stuurt hij mooi soepel. Loopt hij niet stroef. Op alle punten ook. Dus stuur hem helemaal naar rechts. Stuur hem helemaal naar rechts. Voel je geen rare... Knikker, geen rare gevoel, dan is het gewoon goed en draait gewoon allemaal goed vast. Ook niet te vast.
Zo jongens, de voorvork is vervangen en wat is het gelijk een vers ding geworden jongens. Er zit natuurlijk nog helemaal geen kappenzet op, maar gewoon wat een verschil met die gouden voorvork die helemaal vies en smerig was. Die keringen lekten helemaal, dat ding stond scheef en nu is die gewoon weer kaarsrecht. We moeten natuurlijk even het stuur straks nog monteren, maar dat ziet er al gelijk mooi uit. Dit is ook een van de beste voorvorken die je kan nemen naar mijn mening. Die gouden voorvorken zijn ook op zich nog wel goed. Die houden het langer vol dan de Runner 50 cc voorvorken. Die zijn echt helemaal drama. Die komen al lekkend uit de fabriek. Dus die, dat was gewoon echt geen goede ontwerp van Gilera. Maar die gouden voorvorken, ja, die houden het best wel lang vol. Maar die gaan gewoon op een gegeven moment lekken. Die keringen gaan op. Dan kun je ze wel reviseren. Maar ja, deze voorvork was toch al scheef. Dus dan pak je gewoon een Sebak voorvork. Want voor op het snelweg, voor toeren, voor lekker rijden met zo'n runner, dan veert die Sebak voorvork gewoon het beste. Je hebt ook nog van Melossi, van PM Tuning. Je hebt nog wat aftermarket voorvorken. Maar dat is het allemaal net niet. Je betaalt er ziek veel geld voor. Maar het veert allemaal stugger. En het rijdt gewoon minder lekker dan een echte Sebak voorvork. Dus nou, ik ga nog even verder met deze runner ondertussen. In de volgende video, ik weet nog niet wat ik ga uploaden jongens. Ik moet nog even kijken. Ik ga volgende week sowieso naar HT Motoren toe om mijn 50 pk runner motorblok op te halen. De uitlaat is helaas nog niet klaar. Die moet ik even later ophalen. Maar ik kan in ieder geval het blok gaan ophalen. En dan kunnen we ook echt weer lekker verder gaan met het runner project. Want ik wil er gewoon echt verder mee. Maar ja, ik wil dat blok gewoon eerst in huis hebben voordat ik echt ermee bezig ga. Want anders heb ik straks die hele runner gestript. En als ik dat blok dan nog niet heb, dan kan ik weer niet verder. Ik heb ook nog een Piaggio Typhoon 50cc in de tuin staan. Die heb ik gekocht voor een prikkie. Het ding is helemaal opgereden. Dat is een hok van hier naar Tokio. De subframe is gaar. Balhoofd is helemaal kapot en gaar. En blok is helemaal kapot gesleuteld. Dus die wil ik ook helemaal tot de bodem gaan strippen. Even alles gaan fixen. Die wil ik eigenlijk een beetje goedkoop aanpakken. Dat die gewoon weer rijbaar is. Dat de balhoofd weer goed is. Dat subframe weer goed is. En we gaan dat blok natuurlijk even kapot hard opvoeren. Maar wel in een beetje een undercover steel look. Dus hij moet van de buitenkant niet zien dat hij fucking snel is. Maar hij gaat wel fucking snel. Dus we gaan er gewoon een kapot dikke cilinder op zetten. Met een standaard uitlaatje en een standaard luchtfiltje. En we gaan dat ding gewoon kapot snel maken. En dan gaan we gewoon lekker in de bossen met dat ding over het mountainbike pad. Gaan we lekkertjes mee crossen en mee klooien. Dat lijkt me gewoon echt vet. Dus dat gaan we de komende weken ook doen. Een beetje tussendoor met het runnen project. Dus ja, wordt vast heel leuk. Vond je dit nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Ben je nog geïnteresseerd in de gereedschap die ik gebruik in deze video? Check ook even de webshop. Daarmee steun je ook het YouTube kanaal. En dat zorgt ook voor dat als jij je balhoofdlagers een keer gaat vervangen, dat het voor jou super makkelijk gaat. Dus hopelijk zie ik jullie bij de volgende. Yo! It's tight, motherfuckers. Als ik op de motor stap, is het afgelopen. 28 HPI, enge teruglopen. Slinder tot de max, 55 slag. Fuck de kaps, vol gas. Niemand die me pakt. Westside.